Yo mensen van Upliving Gaming en welkom bij een nieuwe Let's Tutorial. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe jullie deze smeltree maken. Dus, laten we beginnen. Om te beginnen, wat je gaat doen, is je hebt deze materialen nodig. Wat je doet, is je pakt je iron en je maakt daar deze vorm mee. 3 keer 3 en dan 3 en dan 3. Dat je een 3x3 vak aan de binnenkant hebt. Wauw. Zo confused, komt door de Dries. Illuminati. Oké. Wat je doet is je verandert de data van de zijkanten van je drie lange iron staven in een dubbele punt 5. Dan pak je je cobblestone en dan zet je hier en hier neer. En dat doe je aan alle kanten. Wat je dan doet is je pakt je stone bricks en die zet je in de tussenin. Behalve hier, want dit is je opening. Wat je dan doet is je pakt, even kijken, je sterf nog eens, cobblestone en die zet je zo neer. Dan pak je stone brick stairs en die zet je ertussen. En die zet je hier bovenop. Wat je dan doet, is je zet hier in een vierkantje je kobbel en dan maak je een kruisje en haal je slaai weg. Wat je dan doet, is je pakt je stone bricks. En die zet je boven het kruisje neer, in het kruisje, de middelste slaai weg. Pak je je stick en dan verander je de data naar 98 dubbele punt 5. Wat je dan doet is je pakt je cobblestone wall, die zet je er bovenop. Daar bovenop je stone brick stairs. En de walls, maak je iron. Dan vul je de top met de gewone stone brick. En dan heb je de buitenkant klaar. Zo easy is het. Wat je gaat doen is je slaat deze nog weg. En dan ga je naar binnen toe. Wat je doet is je plaatst iron all over the place. Coal. Wat je doet is random sommige koolblokken maak je dubbele punt 2. En dan pak je rail, lava en je doet slash I spatie fire. Dan krijg je vuur. En die zet je op een bepaald paar plekken neer. Lava zet je in het midden. Deze krijgt misschien nog zo eentje. En dan ben je klaar. Dan zet je hier je rails neer. Dan deze maak je weer dicht. Dan pak je je hopper en die zet je hier tegenaan. Dan ben je nog niet helemaal klaar, want dan hebben we nog rook te maken. Wat je daarvoor doet, is je gaat naar het bloemetje. Je pakt kopweb. Die plaats je op een aantal plekken. Dan gaan we even binnen. Zo. En dan maak je een rookpluim van. Zo. En wat je dan gaat doen, is je gaat de data veranderen naar 30 dubbele punt 2. En dat doe je met al die dingen. Deze nog even. Hoppakee. Zo. Wat je dan doet om deze grijs te krijgen, je pak je
stick en je verandert de biome naar hel. En dat geeft een grijs effect. En dat doe je overal. En dan heb jij officieel je furnace af. Wat je dan kan doen om het nog wat leuker, realistischer te maken, is bijvoorbeeld nog een coalblock te pakken. En een iron pressure plate. Dan zet je hier een coalblock neer, hoop ik dat het werkt. Misschien hier niet. Ja, perfect. Deze maak je een kratje en dan heb je een schep, als het ware van iemand die de kolen erin schept. Dat is, ik vind het vet. Om nog meer detail in alles toe te voegen, dat kan allemaal. Je zet de aarde, gooit de aarde naast en vult erbij en alles. Doe wat je leuk vindt. Maar dit is je smeltering. Hier maak je van ores ingots. Zoals wij normaal gesproken doen in de furnace. Toen we dat officieel, ging dat altijd hierin. En ik vind het hartstikke vet. Vond je dit nou een leuke tutorial? Laat dat zeker weten in de comments. Laat een blauw duimpje achter als je dat hebt. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Dan zie ik jullie de volgende keer.